Hallo en welkom bij deze nieuwe extra video. Ik heb heel de dag gewerkt en ik ga vanavond samen met een vriendin boekshoppen. Ze heeft nog heel veel cadeaubonnen om boeken te halen. En ik had ook heel erg zin om weer nieuwe boeken te gaan shoppen. Dus we gaan dat gezellig doen en daarna gaan we nog even uit eten. En aan het einde van de mini-vlog ga ik jullie nog laten zien wat ik heb gekocht natuurlijk. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En ja, ik neem jullie gezellig mee. Echt mijn favorite. Dan neem ik die sowieso. Ga je die sowieso kopen? Ja, en weet je wat ik dan doe? Ik pak de onderste. Ja, die is niet aangeraakt. Hack. Dat is een life hack. Doe ik met alles. Weet je met wat je dat ook moet doen? Als je douche opent en zo de achterste. Hoezo met douche als dat ding? Ja. Dus ja, ik zeg, vond het op mijn 3 account. Sterren. Oh echt? Ja. Ik heb hem. Ja, ik snap ook niet dat ik het niet goed vond, maar ja. Het is gewoon zo. Het komt hoor. Nou, ik moet dus heel eerlijk iets zeggen. Wat? Ik heb je uitgelezen? Emily Henrik, het is niet mijn schrijfstijl. Ik ben op bladzijde 80 blijven hangen, Beach Read. Het is gewoon niet mijn schrijfstijl. Maar ik wil, ik merk het. Fashion. Ja, maar ik ga met Willem op mijn uitlezen. Ik ben alleen maar onschuldig of zo. Nou ja, dat had ik dus met dat boek. Dat ik dacht, iedereen vindt hem fantastisch. Dus ik moet hem ook fantastisch vinden. Jij vond hem ook fantastisch. Ja, ik vond hem iedereen. Ja. En dan vind ik hem niet goed. Dan denk ik, ligt het dan aan mij? Of ligt het aan jullie? Mam, waar gaat het over? Nou, moet je lezen aan de achterkant. Dat is best wel leuk. Iemand die keer op keer doodgaat. En dan kan maar één iemand redden. Maar die moet dan elke dag erachter komen wie de moordenaar is. Maar ze leeft steeds door in een nieuw lichaam. Oh jeetje, wat heftig. Nou, klinkt heel leuk. Not. Lijkt me echt enig. Dus dit ga ik doen. Die ga ik lekker op. Waarom? Waarom? Die pagina's. Wat vind je er lekker aan? Nou, gewoon dat het niet zo lang is. Oh, maar wel kleine letters. Kijk, die wil ik misschien ook, die november. Dat is wel Nederlands, maar die moet heel goed te zijn. Oh. Joh. Over de dood. Je houdt wel van boeken over de dood. Ja. En over de oorlog. Oh, die blijkt heel leuk te zijn. Die heeft mijn zusje. En die vindt ze helemaal fantastisch. Maar dat moet je wel in een bepaalde volgorde lezen. Je moet eerst Hopeless lezen. Volgens mij iets in de trant. Weer. Ja, dan denk je wel, laat maar. Maar hij blijkt een beetje welke? Ja, oh ja. Hij wel een beetje. Heel interessant, denk ik hoor. Ja, en die wil ik echt niet lezen. Hoezo niet? Haat je hem? Ja. Hij deze wil ik wel. Het is zo zielig film. Ja. Janken gewoon, janken. Hallo, we gaan even laten zien wat we gaan kopen. Waarschijnlijk. Oké, begin jij maar met eerst. Ik heb eerst Better Than The Movies, want daar hoor ik heel veel verhalen over, dus die wil ik gewoon heel graag lezen. Het is topboekie. Ik heb laatst They Both Die in the End en dit is het nieuwste deel, dus die wil ik ook heel graag lezen. Ook. Daar ben ik gewoon heel benieuwd naar. En een leuke cover ook. Ja, zeker. Zo, ik zie er moe uit. Ja, verder de Midnight Library, want daar heb jij toevallig ook over gehad dat die heel goed is, dus die wil ik ook al heel lang lezen. Ja. Verder ben ik best wel fan van Taylor Jenkins Reid. Ja, die heb ik ook in mijn mandje. Je hebt me overgehaald, ik heb nog nooit een boek van haar gelezen. Vind ik koffer leuk. Maar lijkt me leuk. De kleine letters en ik heb al veel boeken van haar gelezen en die ben ik gewoon top. Voet het erbij. Het twijfelgevalletje is deze nog, omdat ik het nog niet zeker weet of ik deze maar wil. Heb jij die ergens gezien, dat je nee, die wilt? Maar hij ziet er gewoon leuk uit. En verder wil ik nog een boeken van Colleen, gewoon omdat van Colleen. En ook oh, Colleen. 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 Zoals je haar naam zonder hoever zegt. Colleen. 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 Maar Colleen. All Your Perfects and Without Merit.
Ja, heel leuk. En deze hebben we allebei onder het handje. Ik heb net ook al verteld waar het over gaat. Maar dit boek gaat dus over een, twee mensen die hadden een afspraak als ze 30 zijn en ze zijn nog niet getrouwd. Dan gaan ze trouwen met elkaar. Nou, enig, maar ze zijn allebei niet getrouwd, maar ze zijn elkaar uit het oog verloren en dan gaat hij haar zoeken of andersom. Nee, zij gaat hem zoeken. Zij gaat hem zoeken, sorry. Hij is al heel lang niet gezien. Oh, nou, maar deze cover vind ik er dus zo leuk uitzien. Ja, hij ziet er echt wel heel leuk uit. Helemaal leuk. En ik heb dus deze nog in mijn mandje, want ik zie het dus over op TikTok voorbij komen. Maar ja, ik ga natuurlijk niet alles kopen, want het gaat iets te ver. Ja. Maar het lijkt me wel allemaal leuk. Ik ga wel heel veel kopen, want ik heb heel veel boekenbonnen gehad. Ja, voor 115 euro heeft ze aan boekenbonnen. Dat is bizar. Dus ik kan los. Kijk, deze stapel ook. Oh nee, ik kan het niet zien. Ik kan nog meer kopen als ik wil. Ben je nog niet op een budget? Nee, volgens mij niet. Dat lijkt me echt heerlijk als je gewoon allemaal bonnen hebt, dat je alles kan kopen. Maar goed, ik moet dus wel keuzes gaan maken. Zwaar leven. Maar wij wilden eigenlijk 1000 mooie kisses, want mijn nicht had die aangeraden, maar die hebben ze niet. Misschien wel, we moeten het gewoon even vragen. Er komen allemaal mensen heel ongemakkelijk. Wij gaan doen. Ik vind de presentatie sowieso een beetje mager. Oh, onze presentatie? Nee, de presentatie hier. Oh, ik denk al, onze vlog. Zo, die is echt groot. Ja. Goedemorgen, ik kom net uit de douche en ik dacht, ik ga jullie gewoon meenemen in mijn chille dag vandaag. En als het goed is, hebben jullie net de beelden gezien van vrijdagavond. Toen was ik samen met Lotte gaan boekshoppen en eten en het was heel gezellig. Ik ben vandaag vrij en ik wil gewoon echt helemaal focussen op mezelf en rustig aandoen. Ik ben de laatste tijd veel laat gaan slapen en ik zie er moe uit. Ik dacht, ik heb gewoon even zo'n dagje nodig dat ik gewoon alleen maar ga chillen. Dus wat ga ik doen vandaag? Ik ga jullie eerst even de boeken laten zien die ik heb gekocht vrijdagavond. Daarna ga ik even een maskertje opdoen, want dat heb ik al een tijdje niet gedaan. En mijn huid is weer slechter aan het worden. En daarna ga ik lekker lezen. Ik ga vanmiddag nog even wandelen met mijn hond. Het is echt super lekker weer. Het is koud, maar de zon schijnt en het is een blauwe lucht. Dus daar word ik echt helemaal blij van. En daarna ga ik lekker lezen. Dus ik ga eerst jullie even de boeken laten zien die ik heb gekocht vrijdagavond. Ik ben er zelf echt heel enthousiast over. Het eerste boek is een boek waar ik al meteen in ben begonnen omdat ik dus zo benieuwd was naar dit boek. De achterkant pakte mij meteen en ik wilde hem echt meteen lezen. En dat is het boek One True Loves. Het gaat over Emma en Jesse en hun hebben al een hele lange tijd een relatie en gaan samen heel veel avonturen aan, reizen heel de wereld rond. Ze hebben allebei gewoon het gevoel dat ze de liefde van hun leven hebben gevonden en ze willen voor altijd samen zijn. Totdat Jesse voor zijn werk een helikoptertocht gaat doen. En de helikopter raakt vermist. En ja, Emma is natuurlijk er kapot van. En na jaren besluit Emma natuurlijk door te gaan. Ze wordt weer verliefd. Ze wordt weer gelukkig. Ze bouwt haar eigen leven weer op. En dan opeens wordt ze tijdens een familiediner gebeld door Jesse. En nou, daar gaat het verhaal over. Tot nu toe vind ik dit boek echt fantastisch. Ik ben nu op pagina 288, dus ik ben bijna klaar. Ik ga hem zo ook uitlezen. Daar heb ik echt super veel zin in. Maar ja, ik zal anders straks nog wel iets meer erover vertellen als ik het boek uit heb. Maar ik heb tot nu toe echt hard gejankt bij dit boek. En ik weet niet, het is op een bepaalde manier geschreven dat ik het gewoon echt uit wil lezen. Eigenlijk wilde ik heel dit boek dus nog lezen in deze video, maar
Ik weet niet, ik ben er zo snel doorheen gegaan. Dus ik ga hem straks eindelijk uitlezen. Daar heb ik heel erg veel zin in. Het volgende boek van Sally Rooney, Beautiful World, Where Are You? Dit boek had ik aangeraden gekregen van mijn zus. In ieder geval, ik zag op haar Goodreads dat ze die aan het lezen was. En ze was er heel erg enthousiast over. Ik vind de schrijfstijl van Sally Rooney echt super fijn. Ik heb Normal People ook gelezen. Ik heb hem wel maar 3 sterren gegeven. Maar ik weet niet, ik vond de schrijfstijl wel echt heel fijn. En ik vond het verhaal op zich ook wel leuk. Ik vond het gewoon een prima boek. Dus ik ben gewoon heel erg benieuwd naar dit boek, hoe dit gaat bevallen. En als ik de achterkant een beetje lees, gaat het volgens mij gewoon over jongeren, een groepje jongeren. En die struggelen gewoon met allerlei dingen. Met liefde, met breakups, met vriendschappen en van alles en nog wat. Er staat niet echt heel duidelijk een verhaallijn op de achterkant. Dus ik ben echt heel erg benieuwd ook naar dit boek. Ik heb ook echt heel erg veel zin om deze te gaan lezen. Dan het volgende boek. Dit boek zag ik liggen in de winkel. Ik heb het volgens mij ook opgenomen van vrijdagavond. En ik vond de cover heel erg leuk. Dat is The Backup Man. Ja, deze cover vind ik dus echt heel erg gezellig. En wat op de achterkant stond, triggerde mij gewoon meteen. Ik dacht, ja, dit wil ik lezen. Want het gaat dus over 2 jongeren. En ze hadden afgesproken toen ze jong waren dat als ze 30 zijn en ze zijn nog steeds niet getrouwd, dat ze dan met elkaar zouden trouwen. En nou ja, op dit moment zijn ze 30. Ze zijn elkaar al lang uit het oog verloren. Maar is het verhaal dus dat zij hem gaat zoeken in het boek. Dus ik ben heel benieuwd wat zijn leven nu is. Is hij wel getrouwd of niet? En nou ja, ik ben echt heel erg benieuwd hiernaar. Lijkt me echt een heel erg leuk boek. En het laatste boek heb ik echt gekocht door aanraders op TikTok. En ik zag het overal voorbij komen en ik dacht, ik moet hem ook hebben. Ik heb het over het boek Punk 57. En dit boek gaat volgens mij over Misha en Ryan. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En hun worden in de 5th grade aan elkaar gekoppeld om penvrienden te zijn. En ze komen er eigenlijk al heel snel achter dat Ryan geen jongen is, maar een meisje. En Misha is de jongen. En dat gaat eigenlijk 7 jaar lang door. En ze hebben 1 deal en dat is geen social media, geen telefoonnummers, geen foto's, alleen maar contact via brieven. Totdat Misha op een datingsite zit en iemand tegenkomt die Ryan heet. Met bepaalde interesses waar ze het over hebben gehad. En dan staat er op de achterkant, fuck it, I need to meet her. I just don't expect to hate what I find. Dus ik denk dat hij haar misschien gaat catfishen. Of hij gaat haar gewoon opsporen. Ik weet het niet. Hij gaat haar proberen te vinden. Ja, ik ben dus heel benieuwd hoe het gaat zijn als ze elkaar gaan ontmoeten. En wat gaat gebeuren. En op wat voor manier ze elkaar gaan ontmoeten. En nou ja. Er staat natuurlijk, I don't expect to hate what I find. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. Dus dat zijn de 4 boeken die ik heb gekocht. Alle 4 echt boeken waar ik super benieuwd naar ben. Ik ga dus straks meteen dit boek uitlezen. Ik ga nu even een maskertje aanbrengen. Ik ga heel even kort nog vertellen over het boek One True Love, want daar ben ik natuurlijk al mee begonnen. Ja, ik ben dus eergisteren begonnen en ik kan gewoon niet stoppen met lezen, omdat ik het gewoon zo fijn geschreven vind. En ik ben gewoon zo benieuwd naar, ja, wat er met Jesse is gebeurd. Nou ja, daar komen we natuurlijk allemaal achter in het boek. Dat weet ik eigenlijk allemaal al, want ik ben al best wel ver. Ik weet niet, ik vind het gewoon heel fijn hoe het is geschreven. En ik heb dus echt al zo hard gejankt om bepaalde dingen in het boek. Ik ga niks zeggen, want het zijn allemaal dingen die jullie nog niet weten als je het boek nog niet hebt gelezen. Maar ik ga hem straks uitlezen en ik ben echt heel benieuwd wat nou uiteindelijk gaat gebeuren. Ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Echt heel stom. Maar tot nu toe vind ik het dus echt een heel makkelijk, easy boek om te lezen en om er doorheen te komen. Ik vind het eigenlijk wel een aanrader dat als je een beetje in een reading slump zit, om dit boek dan te gaan lezen. Nou, ik ga even verder mijn masker aanbrengen en dan ga ik straks lezen en dan spreek ik je later. Heb ik echt de neiging om de laatste bladzijde te gaan lezen. In de hoop dat alles goed komt. Omdat ik gewoon bang ben dat het niet goed komt. En dan denk ik, nee, dat is stom. Dat moet ik niet doen. Maar dat heb ik dus nu ook. Maar ik ga het niet doen. Maar hebben jullie dat ook wel eens dat je denkt, ik ga gewoon de laatste bladzijde lezen. Want ik wil gewoon weten dat het goed komt. En dan pas gewoon met rust de rest lezen. Of is het heel raar dat ik dat heb? Ik doe het niet. Maar ik wil het wel heel graag doen. Misschien is het wel raar.
Ik heb One True Love's uitgelezen. Ja, ik vond het echt een super fijn boek. Terwijl ik aan het lezen was, in het begin dacht ik, oké, dit wordt 5 sterren. Toen ging ik wat verder, toen dacht ik, nou, het ligt echt heel erg aan het einde hoeveel sterren ik het ga geven. Ik twijfel nog steeds tussen 4 en 5 sterren, maar ik denk dat ik het 5 sterren ga geven. Er zaten gewoon echt heel erg veel mooie teksten in het boek die toepasselijk waren voor mijn leven. En ja, ik heb echt super vaak een foto gemaakt van de bladzijde omdat ik het zo mooi vond. En ik vind het gewoon een heel mooi boek. Ik vind het heel fijn geschreven. En ja, ik vind het echt een aanrader. Het was het eerste boek dat ik van haar had gelezen. Dus ik was ook heel erg benieuwd naar de schrijfstijl. Maar ik vind het heel erg fijn. En ik heb nu gelijk zin om weer te beginnen aan een nieuw boek. Dus dat ga ik doen. Dit is volgens mij de enige dag deze week dat ik nog tijd heb om te lezen. Dus ik ga het er lekker van nemen vandaag. Maar ik twijfel dus heel erg welk boek ik nu ga lezen. Want ik denk aan de ene kant The Backup Man. Want ik vond, ja, die achterkant pakte me meteen en ik dacht, ja, ik ben heel benieuwd hiernaar. De andere keuze is Punk 57. Dit zou ook nog echt een goede optie kunnen zijn, want die achterkant sprak me ook meteen aan. En het is gewoon een populair boek waar veel goede reviews over zijn. Dus ja, het is een beetje van, waar heb ik nu zin in? Op zulke momenten dan denk ik echt, ik wou dat ik een soort poll kon doen met, welk boek willen jullie dat ik dit op dit moment ga lezen? Misschien als ik na een tijdje wat meer volgers heb op Instagram, dat ik dat dan wel op de dag zelf kan vragen. En dan dat jullie kunnen kiezen ofzo. Dat is wel leuk. Als je me trouwens nog niet volgt op Instagram, ik zal het nog even in beeld laten verschijnen. Ik post steeds meer boekdingen op mijn stories. En ik probeer er wel actief op te zijn. Oké, dus ik twijfel zo erg. Wat zou ik doen? Ik denk dat ik dit boek ga doen, omdat hij wat korter is. En ik heb deze week echt geen tijd om te lezen. En ik wil wel heel graag het einde weten natuurlijk. Dus ik denk dat ik voor nu dan dit boek kies. Maar als jullie dit boek dus ook nog heel graag willen weten wat ik ervan vond, dan kan je bijvoorbeeld op Goodreads. Of ik laat het gewoon even in een andere video zien. Een reading vlog of iets in die trant. Ik ga nu beginnen aan dit boek. Ik ben heel erg benieuwd hiernaar. Ik heb echt heel erg veel zin ook om dit boek te gaan lezen. Ik weet niet wat het is, maar ik ben gewoon constant afgeleid van mijn telefoon. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar dan ga ik lezen en ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n goede concentratie. En dan ga ik weer even op mijn telefoon kijken of ik een berichtje heb of een Instagram melding en dan ga ik weer even kijken. En dan zit ik te scrollen en uiteindelijk zit ik weer een kwartier op mijn telefoon en denk ik, oh ja, ik was aan het lezen, ik moet weer verder lezen. En dan baal ik. Dan denk ik van, ik wil gewoon heel graag dit boek lezen. Ik wil het heel graag, maar ik ben elke keer gewoon niet geconcentreerd. Het is gewoon heel irritant. Ik wil misschien echt een keertje zo'n challenge doen dat ik niet op mijn telefoon of niet op social media mag voor zo lang. Want ja, ik denk oprecht dat ik dat te zwaar ga vinden. Wat eigenlijk echt achterlijk is. Dat je zo afhankelijk bent van je mobiel. Dus ik ga weer verder lezen, maar ik ben benieuwd hoe ver ik ga komen vandaag, want ik ben echt totaal niet geconcentreerd. Echt gewoon niet. Ik heb nu nog 2 andere boeken die ik ook nog uit moet lezen. En dat is nog steeds The Summer I Turned Pretty. Die heb ik letterlijk, ben ik mee begonnen in mijn eerste 24 uur lang lezen video. Dus dat is echt heel lang geleden. Maar ja, ik ben dus hier. Dus ik ben wel over de helft. Nee, net nog niet op de helft. Nee. En ik vind het gewoon een prima boek. Alleen ja, ik ga dan weer beginnen aan een andere video. En dan ga ik weer wat anders lezen. En dan kom ik niet door het boek heen. En dat heb ik hetzelfde met dit boek. De Vervlogen Helft, die heb ik ook gelezen in mijn 24 uur lang lezen video. Maar die blijven dan een beetje liggen of zo. Omdat ik dan weer aan andere boeken ga beginnen. Dus ik ben met deze ook bijna op de helft. En ik vind ze allebei gewoon leuk om te lezen. Dus ik wil ze ook allebei heel graag uitlezen. Nu zit ik in 3 boeken, want nu begin ik weer aan dit boek. Eigenlijk slaat het nergens op. Want eigenlijk kan ik beter 1 van deze nog uitlezen. Dus nu zit ik een beetje in dubio van, kan ik niet beter verder gaan met een ander boek? Misschien dat ik er dan wel beter in zit voor vandaag en meer ga lezen. Want ik ben ook wel benieuwd weer naar The Summer I Turned Pretty. Zal ik dat doen in plaats van deze lezen?
ik ga de Summer Outing Pretty lezen. Dat is veel verstandiger. Ik heb nu wel tegen mezelf gezegd, ik ga naast mijn bed, gewoon hier dus. Ik ga gewoon hier dus elke keer mijn boeken neerleggen die ik nog moet lezen. En als ik dan s'avonds zin heb om te lezen, pak ik gewoon een van deze boeken. In plaats van dat ik dan weer een nieuw boek ga beginnen, want dat is gewoon niet handig. Ik ga nu avondeten maken, want ik ga vanavond sporten en dan wil ik altijd lekker op tijd eten, zodat het niet dwars zit tijdens het sporten. Dus ik ga pita maken met kip. Dus ik ben heel benieuwd of het lekker is, want ik heb volkoren pita's gekocht. Ik dacht, gezonder. Ik ga een heel simpel receptje uitproberen, maar ik heb hem nog nooit gemaakt. Dus ik hoop dat hij lekker is. En ja, dus ik ga hem even koken. Now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. You my salty crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking by my walls. And baby, let's settle up. Cause lately the world's been going crazy. And I go need somebody to. Het is nu 6:30 en om 7:00 begint mijn training. Dus ik ga even haasten, nog even wat drinken pakken om mee te nemen, handdoek. En dan ga ik sporten en dan zie ik jullie na het sporten weer. Ik ben net terug van sporten. Ik heb lekker gedoucht, een theetje gezet. En het is alweer echt laat. Het is 9:50 alweer. Ik ging namelijk net nog even facetimen met mijn zussen om de verjaardag van mijn vader te bespreken. Want hij wordt bijna 60. Dus daar gaan we iets leuks voor regelen. En daardoor was de avond gewoon heel snel gegaan. Dus ik ga nu nog even lekker een theetje drinken. Ik ga nog even een deel uit de Summer I Turn Pretty lezen. Ik moet niet meer heel veel pagina's. Dus misschien kan ik hem wel uitlezen. Als ik er lekker in zit en ik niet te moe ben, ga ik hem gewoon lekker uitlezen. Daar heb ik ook echt heel erg zin in. Het is gewoon een leuk boek. Er gebeurt niet mega veel boeiende dingen in. Het is gewoon echt een beetje een zomerse vibe vooral. En het gaat over Belly. En elke zomer gaan ze altijd naar dezelfde plek met dezelfde mensen. Met haar moeder. Een vriendin van haar moeder en hun twee zoons. En haar twee zoons. En de broer van Belly. En ze heeft eigenlijk al heel lang een crush op Conrad. En hij is dus één zoon van die vriendin van die moeder. Ja. Maar ze zien haar gewoon echt een beetje als het kleine zusje soort van in de groep. Dat is elke zomer al zo geweest. En eigenlijk gaat het boek gewoon over haar zomertijd. En liefde. En het is gewoon echt een beetje zo'n zomerse vibe. Het is niet dat er heel veel dingen, boeiende dingen in gebeuren. Maar het is wel gewoon een lekkere weglezer. Dus ik ga hem denk ik wel uitlezen. En ik ben nu op pagina 210. Dus misschien dat ik er vanavond nog uit krijg. Even kijken of ik het volhoud qua moeheid. En daarmee ga ik lekker de avond eindigen. Dus echt net gaan lezen. En toen was ik opeens zo blij. Want ik heb dus de 400 abonnees gehaald. Echt iets wat ik niet had gedacht dat ik dat nu al zou behalen. Dus ik vind dat echt zo mega leuk. Helemaal leuk. Echt zo blij mee. Dus ik kan nu helemaal weer lekker gaan slapen. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. Oh, hold up, Simon. Come for queen, my squeeze at night, who opens up this package. Ik heb het boek The Summer I Turn Pretty uitgelezen. Iedereen is al aan het slapen, dus ik praat even wat zachter. Ik hoop dat je me hoort. Het is nu wel duidelijk waar deel 2 over gaat, dus ik ben eigenlijk wel benieuwd naar deel 2. En in eerste instantie dacht ik dat ik het gewoon prima zou vinden om dit boek te lezen, maar ik had niet heel erg de behoefte om deel 2 te lezen. Maar nu dat ik hem uit heb en weet waar het volgende boek over gaat, ben ik toch wel nieuwsgierig. Zoals ik al zei, vond ik het gewoon een lekker makkelijk boek om te lezen. Gewoon een leuk boek. Ik heb er niet een hele sterke mening over of zo.
Dus ik denk dat ik het 3 sterren geef. En ik ben ook wel benieuwd naar deel 2. Dus die ga ik ook even binnenkort bestellen. Want die wil ik toch nog lezen. Het is ook echt een heel kort boek. Dus dat is soms ook wel even chill tussendoor. Nou, nu ben ik wel echt moe. Het is nu 11:30. Ik moet morgen ook gewoon werken. Dus ik ga denk ik lekker slapen. Maar wel heel fijn dat ik nu een boek die ik nog uit moest lezen eindelijk uit heb. Dus ik ga lekker slapen en ik zie jullie heel snel weer in een andere video. Hey, ho, wow.